8 leden van de jury en andere aanwezigen. Vandaag zullen wij debatteren over de stelling dat de maatregelen tegen de Mexicaanse griep verscherpt moeten worden. Ik zal even uitleggen wat het in zal houden. Dat wil zeggen dat ieder land verplicht maatregelen treft en verscherpt om ziekte en besmetting door de Mexicaanse griep te voorkomen. Dat wil zeggen dat ieder land een eigen invulling kan geven aan de oplossing om minder ziektes te krijgen en besmetting te voorkomen. Dat wil zeggen dat mensen in warmere landen een andere invulling zullen geven dan bijvoorbeeld wij hier in Nederland. Het klimaat speelt een rol in hoe iets wordt opgenomen. Wij van de propositie zijn voor, omdat het een duidelijk probleem is. De Mexicaanse griep is een officiële pandemie en ziekte kost meer geld dan het voorkomen van ziekte. Daarvoor hebben wij de volgende 3 argumenten. Het financieel argument, dat we de groepsimmuniteit argument en het gezondheidsargument. Het gezondheidsargument houdt in dat de gezondheid wereldwijd heel belangrijk is. Gezondheid is het belangrijkste wat je hebt. Zonder gezondheid functioneert ook de wereld niet. Andere problemen in de wereld zullen door gezondheidsproblemen niet kunnen worden opgelost. Dat is een groot probleem. Dan het financieel argument. Onder het financieel argument hebben wij dat ziekte, werkgevers en bedrijven en dus de overheid meer geld kost dan het voorkomen van die ziektes. Een vaccin kost per persoon 7 euro. Als je 7 euro per persoon uitgeeft om deze persoon niet ziek te laten worden, ook al heeft het maar voor 1% van die gevallen zin, wat onwaarschijnlijk is, want het is een officiële pandemie, dan zal het al meer geld opleveren. Aangezien elke dag dat er niet gewerkt wordt, er geen arbeid verricht wordt en het dus geld kost aan werkgevers. Werkgevers betalen belasting over de winst. Als er minder winst wordt geboekt door weinig werken, zullen de overheidsinkomsten dalen. Hierdoor zeggen wij dat het financiële argument, ziekte kost meer geld dan het voorkomen hiervan. Dan het groepsimmuniteit argument. Het heeft alleen echt zin als je groepsimmuniteit bereikt. Dat bereik je pas bij 98% van de bevolking te hebben ingeënt. Wij zitten momenteel op bijna 20%. Dit wil zeggen dat er nog een groot karwei voor ons ligt. Het is een probleem dat opgelost moet worden. De gezondheid moet algeheel behouden worden. Hierdoor zeggen wij, groepsimmuniteit, die moet je bereiken. En daardoor moeten alle landen de maatregelen verscherpen om dit zo snel mogelijk te bereiken. Er zijn al veel mensen ziek. Je moet voorkomen dat het, dat het nog verder uitbreidt. Daarom zeggen wij, veel mensen al ziek, waarom wachten op de piek? Ja, dat krijg je echt wel voor. Wat je zou moeten doen, is het gewoon kortom serie. En dan heel langzaam herhalen. Want je ging veel te snel. Op een gegeven moment. Dus, je herhaalde niet. Je had een herhalingpunt erin moeten hebben. Want je stond al...